ik ga me op mijn elektronica storten. Dus ik ga gewoon kijken wat ik ermee kan. Want ik zie op YouTube allemaal filmpjes van leuke dingen die ze aan elkaar solderen en dan een lampje laten branden. En ja, daar kan je wat mee en zo. Dus ik begreep er helemaal niks van. Ja, ik ben timmerman. Dus ik weet, dat heb ik helemaal links laten liggen. Die hele elektronica, misschien met computeren. Ik heb hier ook allemaal dingen verzameld die ik nodig zou hebben voor die projectjes. Dus ik heb nou allerlei spulletjes en die wil ik kunnen terugvinden. Ik heb hier mijn kamertje. Dat is hartstikke leuk. En waar wil ik dat? Ik heb hier mijn vuilnisbak met die cisterne even erop. Hoe ga je dan denken? Ik denk, nou, hier lijkt mij, achter mij, hiernaast, een kastje. En hier staat al een kastje met die platen, met die cd's. Dan maak ik hem natuurlijk even hoog. Dat vind ik ervoor. Kijk, stap 1. De hoogte heb ik. Stap 2. De afmetingen. Ik denk aan een cisterne afmeting. Dus ik denk dat ik... Ik wil wat groter laden, zoals deze. Waar je van alles in kwijt kan. En van die minder hoge laden. Ik heb nu ook deze eerste maar een beetje in beslag genomen voor allerlei tangetjes die typisch zijn voor elektronica. En kleine tangetjes en kniptangetjes en striptangetjes. Nou, dus dat heb ik even hierin gedaan. Dus zoiets kan het ook wel worden, dat die laadjes met kleine dingen. Maar er zijn ook grotere dingen, zoals het gereedschap van die smeltding en dat soldeerstationnetje. Ik denk, ja, die gaan we toch niet in een kastje doen. Dus het gaat om de kleine dingen. En misschien moet ik één la hebben, wat dieper. Maar meer dan 10 centimeter moet je hem nooit maken. Want hoe dieper je je la maakt, hoe meer rommel erin komt, hoe meer je moet gaan graven. De diepte wil ik ook houden als zo'n sustainer natuurlijk. Van zulke laadjes worden. Nou, ik heb hier een schetsje gemaakt. Alle maten uitgerekend. En ik neem nou 2... hoge laden van 12 centimeter beneden voor de grote dingen, voor het gereedschap. En dan hou ik een ruimte over van een halve meter als ik het kastje net zo hoog maak als wat daar staat. En dan, die worden allemaal zo 5 centimeter, dat is net als dit. Zulke laadjes. Daar heb ik nu ervaring mee. Ik heb hier mijn vreesmal voor die tandverbindingen te maken. En dat heb ik in een timmertip laten zien. En als ik dat nou regelmatig gebruik, dan weet ik wat de hoedanigheden van dat ding is. Thank you.
Ik had eerst een zo'n soort knopje gemaakt, maar die vind ik niet mooi. En nou ga ik het eenvoudige doen, gewoon een rond stokje. En ik leem dat erop. En dat is, en dan zet ik met de tekker even een spijkertje erin. Als ik hier nou een beetje lijm aan doe, zo. En ik even een paar keer heen en weer. Dan moet dit wel mooi schoon worden. Nou, dat doe ik straks wel. Even kijken. Dit zo. En dit. Zo ga ik het doen. Eenvoudig en toch leuk. De onderste laadjes die zijn hoger. Dan heb ik twee, dit heb ik gezaagd op de cirkelzaag uit dik hout. En dan heb ik twee plankjes aan elkaar gelijmd. Zo'n huppakee, een paar lijmklemmetjes erop. En maar dat is natuurlijk niet gelijk als je dat lijmt. Dus dan moet je dat schuren. Met mijn bandschuurmachine. Kijk, mijn trotse bandschuurmachine. En als je nou... Misschien zie je het wel. Je ziet hier het naadje. Maar als je dat gaat schuren, dan kan je wel voelen of die glad is. Maar als je dan een potloodlijntje erop zet, dan als je dat weggeschuurd hebt, dan ben je genoeg. Nou is die helemaal goed. Nou, hier is mijn kastje. En ik heb hier het gereedschap in zitten van tangetjes en zo. En hier zit een hele tas met snoeren voor de multimeter. Dus, en nou heb ik hier wat om te solderen. De dingen van het solderen. Ik heb hier wat losse onderdelen en wat maten. En dit zijn weerstanden, dioden enzovoort. En kleine lampjes. En dit is een oefenbord. Dat zijn er drie, die kan je aan elkaar koppelen. Nou, en hier beginnen de connectie. Dingen die je aan de draden kan maken. Nog een lege la met doosjes. Allemaal lege laden met doosjes. Dus er moet allemaal van een spul in komen. En dit is een laadje vol snoertjes en contactpuntjes. Grijpertjes. Was dit nou een grijper? Was dit nou van de multimeter? Volgens mij is dat van de multimeter. Nou ja. Van alles voor batterijenhouders. En hier zitten de krimpkousjes. En dan heb ik de grootste la hier eerst met wat groter spul voor gereedschap en soeven en flesjes. En die onderste la, daar zit nog niks in. Die heb ik gewoon over. Nou ja, dat komt nog wel goed, denk ik. Want dat, daar zou ik zoiets gewoon in kunnen leggen. Zie je, dan ben ik dat kwijt. En ik heb hier nog een doosje met batterijen en nog een printplaatje.
Nou, dit kan hier ook allemaal wel. Want dan ben ik dat een beetje kwijt. Nou, en de rest hoeft er niet. Kijk, ben ik dat ook alvast kwijt. Vrijwel geordend. Ik ben er blij mee. Door mijn kastje.